Ik sta hier weer in de duinen van IJmuiden. Ik ga hier aflevering 3 opnemen. Ik heb een andere aflevering gemaakt van dat ik het landfront heb bezocht. Een aflevering van dat ik de geschutbunkers aan het water heb bezocht. En deze keer ga ik de bunkers achterin de batterie om een herenduin bekijken. Ik heb hier bij de aflevering 1 is niet heel heb ik niet heel overal online gezet. Dus ik ga hier nog een paar bunkers van overnieuw erin zetten. En nog een paar bunkers ook opnieuw filmen. Omdat we er toch zijn. Ik sta hier bij een ST type FL249 of een FL246. Ik kan het een beetje moeilijk uit elkaar halen. Omdat het allebei precies dezelfde bunkers zijn. Alleen zijn ze gespiegeld aan elkaar. Ik heb er net een kijkje in genomen. Hij is bijna compleet nog intact. Als hoe die er vroeger uitzag. Dus ik ga even laten zien hoe die er van binnen uitziet. Hier heeft vroeger het geschut gestaan. En hier nog met allemaal munitienissen. En dan één kamer naar beneden voor de... En hieronder zit een manschappenverblijf. Ik wil even voorzichtig naar beneden. Hier zijn nog wel buizen te vinden. Ik wil eventjes voorzichtig in. Nog allemaal buizen. Dan ga je verder in en dan zie je al hier het manschappenverblijf. Hij staat helaas wel gedeeltelijk onder water. En hier nog met allemaal buizen. En als je dan verder in de bunker gaat, dan zie je hier waar de persoon die de bunker moest bewaken heeft gezeten. Met het gedeelte waar het pistool uit kon. Dat stel, ze kwamen binnen. Dat ze eigenlijk gelijk werden neergeschoten. Hier is ook nog, ik weet niet precies hoe je het noemt, een soort luchtdrukventiel dacht ik dat je het noemt. Hiermee konden ze, stel er is een gasaanval, konden ze het gas uit de kamer halen. Omdat het anders gevaarlijk werd. En hier dan ook nog allemaal kokers. Als je dan goed kijkt in de kamer hier nog, zie je ook dat er nog een nooduitgang zit met nog de officiële grind erin. Ze hadden allemaal grind in, zodat stel ze werden aangevallen, dat ze konden terugvechten. Dat ze er van deze manier heel makkelijk uit konden. Dan als je hier naar rechts gaat, kom je nog in een klein kamertje. Met het bunkernummer nog op. Met allemaal ijzeren klemmen. En hier de trap omhoog. Naar de vorige ingang. Want dit was de officiële ingang. En waar ik in ging was de ingang. Via de open bedding. Dan zie je zo. Wat naar beneden gaat. Ik sta hier bij dezelfde bunker als waar ik net in ben geweest. Deze is alleen wel in een wat minder goede staat. Is wel meer van te zien van de ring dan bij de andere. Maar bij deze is in plaats dat er nog het officiële grind in is, is die al leeggeschept. Dus vanaf hier kan je gewoon goed de nooduitgang in. Zo, even naar beneden. Kijk, en dan kan je hier richting de nooduitgang. Dan heb je hier nog die kamer waar net ook dat drukventiel en alles in zat. Dan hier weer precies hetzelfde als net de geschutskamer. Dan ga ik heel eventjes laten zien hoe dat er dan uitzag.
Dit is zo de nooduitgang geweest. Heel lekker ruim. Hier hebben twee van die schuiven gezeten. Die ze er zelf konden uithalen voor stel hij moet leeggeschept worden. Dan heb je hier zo de nooduitgang. In deze bunker is nu nog wel heel vaag het bunkernummer te zien. Dan hier de uitgang. Vanaf de bunker kon je hier ook nog doorlopen. Dan heb je hier de nooduitgang vanaf boven. En als je hier dan doorloopt, heb je hier ook nog een Beobachtung. Dat is een touwbroek, maar dan overdekt. Wat je zo uitzicht op zee.